Vandaag zal ik jullie iets meer vertellen over Evernote. Evernote is de digitale variant van het klassieke notitieboekje. Met deze software kan je immers notas maken, allerlei externe informatie toevoegen aan je notities en al deze data goed organiseren, zodat je later alles veel sneller zal terugvinden. Bovendien worden al je gegevens online opgeslagen, zodat je ze van overal via het web zal kunnen raadplegen. Ook is de applicatie beschikbaar voor tal van platformen, zodat je ze niet alleen via je computer, maar ook via je smartphone en je tablet-pc zal kunnen bewerken. Je kan het programma gratis downloaden op de website www.evernote.com. Maar laten we aan het echte werk beginnen. Als je het programmaatje opent, ga je drie grote onderdelen zien verschijnen. Helemaal links vind je een overzicht van je reeds gecreëerde notebooks. In het midden vind je een overzichtje van de notes die in het geselecteerde notebook zitten. En helemaal rechts vind je het editeervenster waarin je dan je notities verder kan gaan bewerken. Nu, een goede tip denk ik dat kan zijn om in het begin van elk semester bijvoorbeeld voor elk vak een nieuw notebookje aan te maken. In deze notebookjes kan je dan al je notities verzamelen over dat vak, maar ook cursusteksten, bijkomende uitleg die je op internet gezocht hebt en zo verder. Hoe creëer je zo'n nieuw notebookje? Je gaat naar Notebooks. Je klikt erop met je rechtermuisknop Create Notebook. Nu kies je naam, bijvoorbeeld de naam van het vak Informatiekunde. En voilà. Nu heb je je notitieboekje gecreëerd, maar je wilt er natuurlijk ook notas aan toevoegen. Wel, om een nieuwe nota te maken, klik je bovenaan op New Note. Je kan kiezen tussen verschillende soorten. Laten we het nu houden op de gewone getypte. Het eerste wat je nu moet doen is een titel kiezen voor je nieuwe notitie. Een idee hiervoor kan zijn om steeds de datum van de les te gebruiken. Hierna kan je dan volop beginnen noteren en je tekst op te maken. Heel handig is ook het feit dat je audio kan opnemen en toevoegen aan je notities. Bijvoorbeeld in dit geval is een stukje les opgenomen waarin de prof meer uitleg geeft over informatietheorie. Informatietheorie, dat is misschien een term die je veel minder vaak gehoord hebt. Hoe doe je dit? Wel, je voegt een audiofile toe. Dan zal dit schermpje verschijnen. Je moet gewoon op record duwen. Dan zal hij beginnen opnemen en later zal het bestand automatisch toegevoegd worden aan je notities. Daarnaast kan het ook handig zijn om externe bestanden te koppelen aan je notities. Bijvoorbeeld slides of cursusteksten. Daartoe moet je deze bestanden aan je notities hangen als bijlage. Bijvoorbeeld in dit geval zullen we de cursustekst van het eerste hoofdstuk toevoegen. Die kan je dan ook zeer makkelijk openen, bewerken en terugsluiten. Zo, dat was de inleiding tot Evernote. Vergeet zeker ook niet eens een kijkje te gaan nemen op de informatiewijzer.be voor meer tips en uitleg.